Hey, what up gasten? Het is vandaag een hele speciale dag en dat verdient een hele speciale Banjo Show. Het feit wil namelijk dat we 1000 abonnees hebben bereikt. 1000! 1000! 1000! 1000! 1000! 1000! En dan heb ik speciaal voor deze Banjo Show een stropdasjon gedaan. Het is een insane aflevering, ik ben fucking blij. Het is echt gewoon gekke werk. Start de Banjo Show. Voor de mensen die het niet weten, wij zijn 4 jaar geleden begonnen met video's maken. In 2006. Op ons 4 jaar bestaan komt ook nog wel video. Maar ik wil jullie gewoon bedanken. En daarom ga ik footage online zetten die ik nog nooit online heb gedaan. Zo heb ik ooit een keer in 2009 een interview afgegeven aan 3FM. Hey Bardo, jij hebt morgen een ontzettend belangrijk gesprek, hè? Ja man, dat klopt. Jij zou zomaar wel eens de nieuwe Steven Spielberg kunnen worden. Ja, nee, dat niet. Ik ga bij Dave TV. Dat is dan wat nu regionaal. Daar ga ik een ding voor maken, het programma. Okay. En als dat aanslaat, dan mag ik het gewoon voor RTVO's doen. En dat is ongeveer 2,5 miljoen mensen wonen in Oost. Dus. Dat is best wel lekker. Heb je best goed voor elkaar. En waar kunnen we het bekijken? Op banjomovies.nl. Nog een keertje? Banjo Movies. Oh, net als met de gitaar, zeg maar, de banjo. Ja, de banjo. Oké, de banjomovies.nl. Nou, dan gaan we het even checken, Bardo. En heel veel succes met je gesprek morgen. Ja, dankjewel. Je ook met je radioprogramma. Dank je. Stern, goeienacht. Goeienacht. Dat interview ging dus over het tv-programma dat we gingen maken, wat later Banjo TV scoorde. En aan Banjo TV hebben heel veel beroemdheden meegewerkt. Dit is een kleine compilatie van de mensen die mee hebben gewerkt aan Banjo TV. Wij houden van Bardo. We're David Crowder Band, and you're watching. Hallo, ik ben Davy en je kijkt naar... Oké, hier in Deventer, Richard Durand op City Moves en ik kijk... Ik ben Steven. Ik ben Jay. Ik ben Boris. Ik ben Dennis van GameKings en jullie kijken Banjo TV. 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 Echt gewoon toffe shit, nietwaar? En om het feest groter te maken, GameKings die heeft ons 1 keer in de uitzending gehad. Volgende site die we gaan bekijken is banjomovies.nl. Het gaat om de content en de content is filmpjes en die zijn te zien. Je kan meteen een filmpje starten en je kan meteen door naar je andere filmpje. Ja, dus wat dat betreft... Het is lekker overzichtelijk, ja. Dat vind ik top. Dan laten we even meteen doorgaan met de inhoud en dat doe je altijd namelijk door even naar de crew te kijken. Ze hebben best wel wat mensen in de crew. Hartstikke leuk. Maar je kan zeggen wat je wil. Maar Bardo, die hier bovenaan staat, die naar eigen zeggen ook de leider van het zootje ongeregeld is... wat zich tot Banjo Movies heeft mogen dopen. Die is wel degene die het meest prominent aanwezig is in alle filmpjes. Maar wat ik een beetje mis is een overkoepelend thema. Ja, ja er is geen richting. Ja, want hij zegt zelf van er zijn dingen die worden heel erg hoog gewaardeerd. Dat is namelijk als hij een nummer playbackt voor de camera. Vond ik ook leuk, daar niet van. Maar om dat nou heel vaak te zien, ik zie iets van kort stukjes, oké, maar... Probeer te bedenken wat je wil met die site, want ik snap het niet. En probeer te bedenken voordat je de camera aanzet. Het houdt gewoon niet op, want we knallen alles maar door. En zo zijn we ook 3 keer in de krant geweest. Als eerste met deze lelijke foto. Lelijk hè, mijn haar daar. Ongeveer 2 weken geleden stonden wij met dit hele kleine artikeltje aan de zijkant in de krant. En mijn meest favoriete artikel in de krant is deze. Een hele pagina over Banjo Movies. Mocht je nou dat laatste artikel willen lezen, dat was ook direct de leukste. Kijk even hier beneden. Naar mijn lul. Oh mijn god. Als jij dit krantartikel wil lezen, kijk even in mijn broek, want in mijn broek zit hij. Klik mijn broek maar open hier beneden en jij kan kijken naar het artikel. Enfin, 3 keer in de krant, 3FM, GameKings en dan ook nog eens tv. Het kan eigenlijk niet gekker, dat zou je denken. Maar ook hebben wij een reclamecampagne gedaan in Twello. Oké, dus ik ben nu best ver gelopen. En guess what? De borden zijn weggehaald. Hier waren eerst de reclameborden waar ik naar op zoek was. Waar wij dus op stonden. Maar die staan hier dus niet meer. Ze stonden hier 2 maanden lang en nu zijn ze weggehaald. Hij is... Oh, die kale plek. Oké, het is nog grotere kale. Oké, dus die borden zijn al wel weg uit Twello, maar het ging om dit bord. Deze dus. Ik ben blij met mijn keuze. En die dingen hingen dus de heel Twello in. En dit is een heel creepy shot. Als dat niet tof is, weet ik het ook niet. Ons gezicht over heel Twello. En daarom, gasten, ik wil jullie echt bedanken. We hebben nu 1000 abonnees.
Deze video is echt voor jullie. Enfin, ik bedank jullie namens mezelf, Stefano, Dennis, Jordi, Gillian en de hele Mikmak die er ooit aan mee heeft gewerkt. Top gasten, dank jullie wel. En aangezien het de Banjo Show is, sluit ik weer af met een vraag. Maar eerst antwoord op de vorige vraag. Voor de kijkers die in de afgelopen 4 weken nieuw zijn gekomen, heb ik slecht nieuws. Je snapt de vraag waarschijnlijk niet. De vraag was, hoe heet mijn wuppie? En in een paar Banjo Shows geleden gaf ik je 5 opties. De spanning was om te snijden, want ik heb ze allemaal moeten tellen, godverdomme. En met 2 stemmen verschil, tenzij ik het weer fout heb gerekend, want ik ben gewoon lui af en toe. De strijd ging tussen Poelewoeps en Pimpernel. En mijn wuppie gaat heten, is tromgeroffel. Spannend, en hij gaat heten Pimpernel. Liesje XXX heeft hem ingestuurd, gefeliciteerd. Mijn wuppie heet vanaf nu Pimpernel. Zet het in je MSN naam, stuur het door naar al je vrienden. Want mijn wuppie is nu daar jou vernoemd, Liesje XXX. Applaus, applaus, wow. Oké, door met het volgende. Mijn vraag aan jullie is, wat is jullie favoriete Banjo movie? En laat ik eerlijk zijn, die vraag is mij ook heel vaak gesteld in de afgelopen jaren. Maar aangezien we nu 1000 abonnees hebben, lijkt het mij wel zo eerlijk om een keer te vertellen wat mijn favoriete Banjo movies zijn in elk genre. Dus daarom ga ik nu de Banjo Show afsluiten en kan je zo meteen doorlinken naar onze favoriete Banjo movies. Jullie hebben echt ons leven veranderd. Dank jullie wel. En af wie de zin.